Begroting 2016 aangenomen. President roept op tot bestrijding Zika-virus. En 3 personen in Venezuela overleden aan complicaties Zika-virus. Goedenavond, dit is vrijdag 12 februari en dit is het STVS Journaal. De Nationale Assemblée heeft gisteravond iets na 11 uur de begroting voor het dienstjaar 2016 met 31 algemene stemmen aangenomen. Met deze aanname is de weg vrijgemaakt voor de regering om haar beleid voor dit dienstjaar uit te zetten. Voor de huidige regering is dit de eerste goedgekeurde begroting. De regering heeft zelf gezegd dat ze begrepen en weten en zich bewust zijn van dat het land door moeilijke tijden gaat. We zien dat de regering ook moeite doet om niet alleen in de economische situatie de weg te vinden om het land door het moeilijk vaarwater te brengen, maar dat we tegelijkertijd, en dat is volgens mij een heel moeilijke opdracht, de regering zien transparanter worden, bezig zijn met de ordening van het financieel beheer van de staat, bezig zijn met de ordening van het werk van de overheid. En samen met de Nationale Assemblée zullen we die weg gaan. Ik geef de regering daarvoor inderdaad, ik zal niet zeggen een pluimpje, want we zijn net begonnen. Maar we zullen de regering daarin echt ondersteunen, zodat we, wanneer we eenmaal uit deze problematische situatie zijn, dat we ook meer hebben geleerd, ons land beter hebben georganiseerd. Dus ik feliciteer de regering nogmaals en ik feliciteer iedereen, alle leden die hebben meegedebatteerd en die de begroting dus hebben helpen veranderen en hebben helpen aannemen. Ik dank de Griffie, ik dank alle deskundigen. Voorzitter, allereerst de felicitaties aan de regering, aan het parlement, aan de totale samenleving dat we het weer geklaard hebben, voorzitter. Het land heeft een begroting waarop we voort kunnen gaan. Voorzitter, wij van de fractie van de BEP willen de regering feliciteren met de goedkeuring van de begroting. We willen ook het Surinaams volk feliciteren met dit feit, vanwege natuurlijk het feit dat de goedgekeurde begroting eigenlijk de hoop in zich herbergt dat er veel betere tijden zullen komen voor Suriname. En natuurlijk feliciteer ik ook het parlement, u, voor de wijze hoe u ons heeft geleid door deze begroting. Dank u. Ja, dank u, meneer Briga. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het heeft inderdaad wat geduurd voordat wij gekomen zijn op dit punt. Er is enorm veel werk verzet door alle parlementariërs en daar moeten we zonder meer waardering voor uitspreken. Tegelijkertijd is het zo dat we nu in een fase zijn gekomen van uitvoering. En het is natuurlijk samen met de regering dat wij ervoor moeten zorgen in deze situatie waarin we ons bevinden het beste ervan te maken. Er is een basis gelegd door deze begroting die behoorlijk is besnoeid, waarbij wij ook geschoven hebben om ervoor te zorgen dat in ieder geval de zaken die betrekking hebben op het welzijn van onze samenleving veilig te stellen. Het is dat wij op het punt gekomen zijn om nu met z'n allen, met vereende krachten, er tegenaan te gaan. Ik wil de regering feliciteren, het parlement, het volk van Suriname en we gaan samen er tegenaan om het beste van te maken. Dank u wel. Namens de regering, u en uw geacht college bedanken voor de wijze hoe de aanname is geschied. Er is voldoende tijd besteed aan debatten, er is voldoende tijd besteed aan kritische opmerkingen. Wij van onze zijde danken nogmaals uw college. We hebben getracht de kritische kanttekeningen die uw college te berde heeft gebracht, hebben wij getracht mee te nemen en te verdisconteren binnen de begroting. En we zijn blij dat de begroting is goedgekeurd. We feliciteren de Surinaamse gemeenschap en we vragen alle kracht en ondersteuning om samen hetgeen
vandaag hier goedgekeurd is, om dat gezamenlijk uit te voeren. Nogmaals, bedankt voor uw voorzitter. President Desi Bouterse roept de Surinaamse samenleving op om de bestrijding van het Zika-virus serieus aan te pakken. Dit zei het staatshoofd gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. De president zei dat we met z'n allen eraan moeten werken om het Zika-virus te elimineren. Afgelopen weken hebben landen in de wereld, waaronder ook Suriname, zich gebogen over hoe om te gaan met deze ziekte die overgedragen wordt door de Aedes aegypti muskiet. Het staatshoofd zei dat dit virus de wereld in haar greep houdt, maar dat wij het wel kunnen redden indien we met z'n allen de bestrijding aanpakken. Dit is een strijd tegen mogelijke vroegtijdige dood van mensen en erger nog, tegen mogelijke geestelijke en lichamelijke verminking van duizenden onschuldige baby's. Mag ik via u, mevrouw de voorzitter, een dringend beroep doen op allen om deze ziekte ernstig op te vatten, onze plichten voor land en volk te beseffen en om de broedplaatsen van de Zika-muskieten met man en macht uit te roeien. Bouterse zei verder dat de overheid de bestrijding met menskracht en materiaal te lijf zal gaan. Afgelopen weken heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de medische noodtoestand uitgeroepen voor het Zika-virus. Net als de andere landen in de wereld waar deze ziekte is opgedoken, moet Suriname alles eraan doen om deze muskiet de oorlog te verklaren. Volgens Bouterse kan het lukken als elk van ons de verantwoordelijkheid op zich neemt om de broedplaatsen voor de muskiet op te ruimen. We moeten ervan bewust zijn dat Zika geen nationaliteit, geen religie, geen ras en ook geen politieke partij kent. Zika maakt geen onderscheid. Zika is thans een gemeenschappelijke vijand van de mensheid en zoals de WHO de wereld aanspoort deze strijd te voeren en onder meer ons buurland Brazilië de Zika de oorlog heeft verklaard, is het onze plicht als volk tegen onszelf en tegenover de wereldbevolking deze strijd ook verbeten mee te voeren. De totale oppositie heeft gisteravond kort voor de aanname van de begroting de zaal verlaten. Dit is gebeurd nadat DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons besloten had om de 8 ingediende moties van wantrouwen van de oppositie op een nader te bepalen tijdstip na de afronding van de begrotingsbehandeling te behandelen. Dus ik ga een voorstel doen, we gaan deze moties op een later tijdstip behandelen. De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met de beraadslaging over het in behandeling zijnde onderwerp, tenzij de Nationale Assemblee besluit haar later te doen geschieden. Ik vraag aan de Nationale Assemblee om deze moties op een later tijdstip te behandelen. Wie is voor? Voor, wie is tegen? Wie is tegen? We stemmen. Wie is tegen? Niemand is tegen. 31 voor, 0 tegen. De oppositie kon zich niet terugvinden in deze handelswijze en heeft toen de zaal verlaten. Ze is van mening dat het ordereglement van de Nationale Assemblee de ruimte biedt om de ingediende motie van wantrouwen te kunnen motiveren en die in stemming te brengen. Overleg met fracties en zonder overleg met partijen eigendunkelijk beslist wordt. En het is, vind ik, echt ook een dieptepunt. Dit is echt misbruik van de macht als voorzitter van het parlement, die ze tegen en tegen gebruikt. En dit kan nooit goed zijn in een parlementaire democratie. Ten meer omdat we niet hebben een democratie van de meerderheid, maar een representatieve democratie waarbij dus ook minderheidsgroepen en in het parlement vertegenwoordigd zijn. Neem maar bijvoorbeeld het binnenland, neem Coroni, die met minder stemmen mensen toch vertegenwoordigd moet zijn. Dat is het principe dat we hebben in het parlement, in ons heel systeem.
En dat eigenlijk wordt die principe verlaten, want dan zie je dat nu besluiten worden genomen zonder dat andere fracties en partijen gekend zijn. Is de voorzitter gebruik maken van een bepaald artikel in het ordereglement, misbruik gemaakt van dat artikel en gewoon de moties opzij geschoven om door te gaan met goedkeuring van de begroting. En aangegeven dat die moties ja, op een later moment behandeld zijn. Nou, die moties gaan om de begrotingen. En als je daar na wil doen, wat voor zin heeft het nog weer? Dit is zuiver misbruik maken van de meerderheid. Dit is wat we typeren als dictatuur van de meerderheid. Dat is niet gewoon... Dit is... Maar ja, als je van een voorzitter en het parlement verwacht dat ze pas nog in het recent verleden, nog geen week, anderhalf week geleden, zich hebben schuldig gemaakt aan allerlei frauduleuze handelingen, dan mag je dit soort manipulaties inderdaad ook verwachten. Ik ben als nieuweling in het parlement bijzonder teleurgesteld in deze afhandeling van de begroting. De handeling van de voorzitter is daar. Laten we de gemeenschap kijken hoe men misbruik maakt van de meerderheid in het parlement. NDP-fractieleider André Misikaba zegt dat er niks mis is met de handeling van de voorzitter. Gezien de korte tijdspanne zou het geen probleem moeten zijn om de 8 moties van de oppositie en de 2 van de coalitie op een ander moment te behandelen, aldus Misikaba. Artikel 39 van onze reglement van orde, die handelt over moties, geeft in ronde bewoordingen aan: de behandeling van moties vindt plaats tegelijk met de beraadslaging over het in behandeling zijnde onderwerp, tenzij de Nationale Assemblée besluit haar later te doen geschieden. En op basis daarvan, voorzitter, want natuurlijk, fracties, voorzitter, leden van het parlement mogen conform het reglement van orde moties indienen. We zitten al een tijdje hier, we maken het voor het eerst mee dat we 7 moties ingediend. 9 moties ingediend krijgen. Alleen het voorlezen van die moties. Kijk naar het tijdstip. We zijn vanaf hoeveel december nodig? We zijn bezig. Alleen het lezen van die moties zou zeker 1,5 uur duren. U weet, over het algemeen geven we 3 minuten tot 5 minuten aan beide kanten om te motiveren. We zouden zeker minimaal 3 tot 4 uurtjes nog bezig zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn van moties, voorzitter. En daarom ben ik blij dat we conform onze verantwoordelijkheid het besluit hebben genomen, conform artikel 39, voorzitter, om de moties naar een later te bepalen tijdstip, voorzitter, te verschuiven. We zijn blij dat we dat hebben gedaan. En ik herhaal, bigis madayoso, bigis madamoso toe. De Nancy Brouwer School zet een eigen gebouw op in de wijk Geiersleet. Deze onderwijsinstelling is een particuliere, openbare lagere school in Paramaribo. In 1971 werd de stichting Margaretha Jacoba Nancy Brouwer opgericht. De school is genoemd naar mevrouw Nancy. Zij heeft zich tot op hoge leeftijd ingezet voor de jeugd van Suriname. Volgens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Minau C, is de grond waarop de school wordt gebouwd van dit ministerie. Het terrein is onterecht verkocht en het onderzoek hierna is gaande, gaf de onderwijsminister mee. Ik heb mijn collega minister ROGB, meester Steven Relieveld, gevraagd om op onderzoek uit te gaan. En hij heeft mij voorgehouden dat in feite ten onrechte dat terrein is verkocht geworden, omdat uiteindelijk de eigenaren van het terrein niet misschien de juiste waren. Maar ik wacht het onderzoek af en uiteindelijk zal ik als ministerie alles wat het ministerie toebehoort aan terreinen terugbrengen in de boezem van het ministerie. Ik zal niet tolereren dat mensen terreinen van onderwijs occuperen zonder dat uiteindelijk het ministerie in kennis is gesteld. En uiteindelijk, ook al heeft een minister voor mij een beslissing genomen, dan moet die beslissing teruggedraaid worden, want dan heeft die minister ten onrechte gehandeld.
Het terrein waarop er wordt gebouwd staat naast het IMEO 1 te Geersvleet. De Nessie Brouwerschool is gehuisvest in het gebouw van het Christelijk Pedagogisch Instituut, CPI, en gaat nu voor een eigen onderkomen. De voorzitter van het bestuur van de school, Natasha Wong Atang, zei in een telefonische reactie aan de STVS dat de stichting Nessie Brouwerschool de rechtmatige eigenaar is van het terrein, omdat zij een beschikking van het terrein heeft. Het terrein is in 2011-2012 toegewezen aan de stichting. En met de toelating van 3 vrouwelijke advocaten tot het Hof van Justitie komt het aantal in Suriname op ongeveer 200. Iwan Rasul Baks, president van het Hof van Justitie, heeft de advocaten opgeroepen zich te blijven scholen, omdat bijscholing belangrijk is voor het uitoefenen van dit beroep. Het Hof vertrouwt erop dat u uw beroep op een kundige en betamelijke wijze en conform de inhoud van de door u afgelegde eed zult uitoefenen. Op deze weg zeg ik u namens het Hof, waar nodig, ondersteuning toe en wens u heel veel wijsheid, tact en overtuigingskracht toe in uw verdere carrière als pleitbezorger voor de justitiabelen in en buiten rechten. Ik feliciteer u, uw respectieve patronen en de orde van advocaten met uw toelating tot de balie. Bij deze felicitatie betrek ik uiteraard ook uw familie en de overige dierbaren en tenslotte de gehele Surinaamse gemeenschap. En ik herhaal het telkens aan het eind van de rede. Nieuwbakken advocaten, laat het recht uw passie zijn. De dienstbaarheid aan de rechtszoekende uw missie. En integriteit en deskundigheid uw visie om die missie te volvoeren. Dank u wel. Jennifer Pinas, een van de nieuwe advocaten, gaf aan dat zij zich vooral wil inzetten voor het straf- en internationaal recht, terwijl haar collega Nashrin Ilahibaks aangaf voor het arbeidsrecht te gaan. Volgens haar is het arbeidsrecht in Suriname nogal goed geregeld bij wet. CARICOM recht voor Suriname, maar ook vraagstukken zoals money laundering, zoals u net gehoord heeft, zijn hele belangrijke zaken die op dit moment heel belangrijk zijn voor de strafrechtpleging en binnen het internationaal gebeuren. Ik ben namelijk 8 jaar werkzaam geweest op het ministerie van Buitenlandse Zaken, op de afdeling Juridische Zaken en Verdragen. En ik heb daar dus ben ik nauw betrokken geweest bij het helpen concipiëren en de implementatie van uiteenlopende internationale vraagstukken in onze Surinaamse wetgeving. Het houdt in dat ik nu bevoegd ben om justitiabele rechtdiensten te verlenen. Dat ik ze mag procederen voor het kantongerecht, voor het Hof van Justitie. Dus het is een heel grote, bijzondere betekenis heeft het voor me. Nou, de inspiratie begon al heel jong. Een oud buurman van me was ook advocaat. En ik vond het altijd zo interessant hoe hij erover vertelde, hoe hij zich gedroeg, zijn heel voorkomen. En, ik ben toen ook heb ik gekozen dus om de rechtenstudie te doen en vervolgens de advocatenstage te lopen. Ik ben voornamelijk bezig met het civielrecht, verschillende gebieden. Tot nu toe heb ik me vooral gefocust op het arbeidsrecht. Maar natuurlijk zijn er meerdere gebieden die te doen zijn. Dus ik kijk nog even de kat uit de boom. Ik heb het eigenlijk altijd al geweten dat ik de advocatuur in wilde gaan. Dus voor mij was het was eigenlijk geen vraag wat ik zou gaan studeren. Het was, ik wilde dit altijd al. Het is, je hebt te maken met vele vraagstukken van rechtvaardigheid. Je komt op voor verschillende belangen. De veelzijdigheid heeft me altijd aangesproken. Waarin zal u zich gaan verdiepen? Het privaatrecht, civielrecht. En ik ben op dit moment sta ik nog open voor verschillende rechtsgebieden. Maar vooral ook ondernemingsrecht, arbeidsrecht. Het is eigenlijk heel breed. Dat u iets, sorry, al specifiek heeft? Nee, ik denk dat dat komt meestal in de loop der jaren. Dus op dit moment sta ik vooral ook open. De beëdiging van de advocaten vond plaats in bijzijn van procureur-generaal Bainat Pandey. En tot zover het Nationaal Nieuws. Ik wens u een heel fijn weekend. Tot de volgende keer.